Welkom bij de CryptoCast. Nummer 120 staat hier, maar is het niet al 101? Nee, het is 120. 120 het is 120. Ja, 120. Ja, tellen blijft een moeilijk onderwerp. Oké, mijn naam is Herbert Blankenstein. Hoi Madelon. Hoi Herbert. Dat is Madelon. En hallo Bart Mol. Hey Herbert. Van Satoshi Radio. Yes. Hartelijk welkom. We geven geen beleggingsadvies. We zijn op YouTube, behalve op BNR.nl en in de BNR-app en al die andere podcastplatforms. Ik stel voor dat we gewoon meteen doorstomen naar de prijsanalyse. Volgens mij zit Bitcoin nog steeds in het niemandsland tussen 9 en 10.000. Ja, we zitten nog steeds in die ontzettend saaie range. En er is tot nu toe niks interessants gebeurd. Ik kreeg gisteren ineens een berichtje van iemand die zei: oh, help, wat gebeurt er nou met de koers? Is er wat met Bitcoin aan de hand? Nee, er is niks met Bitcoin aan de hand. De koers ging iets omlaag, maar we hangen nu 9.000 aangeraakt, geloof ik zelfs. Hè? Ja, klopt. 8.895, maar liefst. Wow. Dus de koers ging wel een tikje omlaag, maar dat is nog steeds een hogere bodem ten opzichte van 25 mei en 9 mei. Dus dat is positief. Ook worden de toppen steeds een stukje hoger, nu de afgelopen paar dagen niet, maar overal op het grote plaatje gezien wel. En we zitten dus nog steeds in dat soort, in zo'n driehoekspatroon, om het zomaar te zeggen. Ja. En die grote groene driehoek, daar kijken we natuurlijk al weken naar. En daar zitten we nog steeds middenin. Dus er is echt niks spannends gebeurd, behalve dat de koers een klein beetje omlaag viel. En dat was ook wel te verwachten, want we hadden natuurlijk vorige week was dat, denk ik, Herbert, dat we bespraken dat er een klein driehoekje zat op de 4-uursgrafiek. Nou, daar zijn we ietsje uitgebroken. En dat resulteerde in dat kleine bewegingje. Ja, maar dat was ook binnen de marges die jij had aangegeven, als ik me niet vergis. Bart, hoe kijk jij naar dit soort koers? Interesseert het je eigenlijk überhaupt? Ja, niet, wilde ik zeggen. Niet? Nee, heel weinig. Nee, ja, ik ik luister het aan. Ik hoor het aan. En ik kan er weinig mee voor de waan van de dag. Ja, een beetje wel. En wat moet ik erover zeggen, Herbert? Ik weet het niet. Ik zit er al een aantal jaar in. En ik heb al een paar keer gezien dat we opeens bijna naar nul crashen. Of in ieder geval naar 3000 laatste. En toen gingen de stekkers eruit bij de exchanges. Anders waren we nog wel verder gegaan. Ik denk, ja, dan kunnen we de geodriehoeken er tegenaan leggen. Maar er zijn zulke extreme. Het is nog zo'n kleine markt, zeg maar. En er kunnen nog zulke dingen fout gaan. Er zijn zulke kinderziektes bijna nog. Dan kan je het wel proberen te plotten. Maar als er zo'n event gebeurt, dan ben je ook weer nergens. Maar goed, ik vind het wel interessant. En ik geloof zeker er wel in dat er vooral ook psychologische levels zijn. Die 10.000, weet je wel, dat zegt wel wat. Of als we een keer weer over de 20.000 zouden gaan, dat er dan weer heel veel mensen enthousiast naar je toe komen en vragen waar je Bitcoin kan kopen. Dat geloof ik ook wel. Maar het is niet mijn ding. Jij denkt vooral dat de emotie en de psychologie achter die beweging, dat veel meer zegt dan daadwerkelijk een koersstoel of iets dergelijks. Als ik ik weet niet of het meer zegt, want daarvoor heb ik gewoon die kennis van technische analyse niet. Maar ik denk dat er wel is, inderdaad. Die psychologische dingen bij mensen, dat ze zien van, we zijn nu echt over die 10.000 heen. Nu gooi ik mijn geld er wel weer in. Of we gaan er niet doorheen, dus ik wacht nog even. Wat natuurlijk heel stom is, als je het van plan bent en je gaat het dan pas doen als er een bepaalde grens overschreden wordt, dan zou je juist moeten zeggen, we zijn nog onder de 10.000, ik gooi mijn geld erin. Ja, maar mensen zijn nou helemaal een beetje stom. Ja. Weet ik ook wel, maar ik wil het toch even gezegd. Ja, overigens, wel grappig, want een paar weken geleden toen had ik in een onbewaakt ogenblik, had ik op Twitter, toen was de koers 5% geduikeld of zo, en dan had ik dat in een onbewaakt ogenblik een crash genoemd. En toen werd ik nog straal uitgelachen door allerlei mensen die ik ook wel een beetje ken op Twitter. En die zeiden van, ja, als je niet tegen een fluctuatie van 10% kunt, wat doe je hier dan? Ja. Of woorden van die strekking. Nou ja, zo is terecht het wel. Ja, zo is het wel een beetje. Althans, jij zei ook net al, Bart, ik zit hier nu zo lang in, je maakt zulke koersbewegingen mee, dan is 5 à 10% helemaal niks. Nee, maar goed. Ik denk dat die mensen die dat zeggen toch ook wel toen er in maart toch ook wel enigszins gespannen op het stoeltje zaten. Dan wel. Ja, was ook wel ietsje meer dan 10% toegegeven. Ja. Nou goed, dat was het, Madelon. Jazeker, we zitten nog in die driehoek en we wachten af. Wat was ook weer het moment dat die driehoek tot een puntje knijpt? Even kijken, dat duurt nog wel echt heel lang. Dan zitten we als die echt mega grote driehoek. Half juli, geloof ik, hè? Nee, als we die mega grote driehoek hebben die tot in een puntje knijpt, dan zitten we ergens in
2021, over een jaar wacht, ongeveer. Die, ja, ja. Die hele grote groene. Ja, maar volgens mij was er ergens in juli of zo... Ja, het moment eind, dat we eind juli zitten we haring dan ongeveer. Of kuit zouden moeten krijgen wat die 10.000 betreft. Klopt. Ja, eind juli zitten we nu en we hebben nog speling... om wel iets te zakken richting de $9.000. Maar laten we hopen dat we voor 28, 29 juli hier uitbreken. Oké, dan sukkelen we gewoon door. Yes. Wat dat betreft. We gaan naar het nieuws. Ja. Bart. Jij hebt iets. Nou ja, jij vroeg van de week, Herbert, van joh, Bart, heb jij nog een nieuwtje of waar wil je het over hebben? En wat ik wel een grappige soap vind eigenlijk. Want ik hoorde dat jullie het er vorige week ook al over gehad hebben, want het loopt al wat langer. Er waren een aantal Ethereum-transacties. Ja, Bert Vlachter heeft ze genoemd vorige week. Ja, Bert was maar me voor, hoorde ik. Ja, nee, ja, maakt dat, niet uit, want er zijn intussen nieuwe ontwikkelingen. Gebeurt me vaker, hoor, met Bert. Ja. Maar, samenvattend, het kwam erop neer dat er volgens mij in eerste instantie was er één transactie van volgens mij $100, vrij weinig, waar $2,5 miljoen aan fees betaald werd. Aan de in miners. Ethereum, hè, ja. In Ethereum, ja. Ja. Mensen speculeerden van, joh, is het een foutje? Of fat finger? Heeft iemand de fee en het transactiebedrag omgewisseld? Nou, ja. Dat was een beetje, een beetje vreemd allemaal. En toen kwam er eigenlijk een dag later een tweede transactie met exact dezelfde fee. En weer met een redelijk laag bedrag. En daarna nog een derde. En die was dan ook nog gelinkt. En daar zijn allemaal theorieën over. En inmiddels is het volgens mij zelfs duidelijk welke exchange het vandaan kwam. Ja, een Zuid-Koreaanse peer-to-peer crypto exchange Good Cycle. Ja, heb jij er wel eens van gehoord? Nooit. Nee, ik ook niet. Maar goed, ze hadden dus blijkbaar wel een hoop Ethereum op de balans staan. Maar wacht even hoor, want wat is er nu precies gebeurd? Vorige week hebben wij gezien dat er dus hele kleine transacties werden gedaan met een hoge fee. En die fee was bij beide transacties hetzelfde, terwijl het absolute bedrag verschilde. Wat is er dan nu daadwerkelijk uitgekomen? Die transacties kwamen vanaf die exchange? Ja, nou ja, kijk, wij hadden het vorige week in onze podcast in Satoshi Radio ook nog erover. En toen zaten we te speculeren, want we wisten nog niet precies wat daar gebeurd was. En waarom zou je nou zo'n kleine transactie met zo'n enorme fee doen. Hè? Mm-hmm. Toen hebben we het over gehad. Ja. Nou, tijdens de ICO-mania deed je dat. En dan niet in zo'n extreme vorm. Maar kon je dat doen om heel snel gemined te worden? Hè? Want die miners die pikken de transacties waar ze het meeste aan verdienen. Dus als jij dan zo per se in zo'n blok wilde zitten, zodat je in zo'n ICO mee kon doen. Maar dan, deze verhoudingen zoals we die nu meemaakten, dat kan geen verdienmodel zijn. Nee, precies. Plus je ziet dat er geen token voor terugkwam. Hè? Het was gewoon een normale Ethereum-transactie van adres naar adres. Dus dat was het niet. Toen dachten wij van, ja, stel nou dat je iemand eigenlijk gewoon financieel pijn wil doen. Dus Herbert, ik heb jouw private key van jouw Ethereum-wallet. Dan kan ik geld naar mij zenden, maar dan kan je naar de rechter stappen en dan, of je kan op mij afstappen en ik heb jouw geld nog steeds en ik kan dat terugsturen naar jou, jouw Ethereum. Wat je op deze manier doet, is dat je een transactie met zo'n enorme fee verzend ik van jouw wallet. Ja, dat geld zie je niet meer, die Ethereum zie je niet meer terug. Die fee is gemined, dat is van miners. Ergens in China, dat zijn enorme pools. Voor hun is dat ook een ethisch vraagstuk. Van joh, we hebben het gewoon netjes gemined. We hebben ons aan de regels van in dit geval het Ethereum netwerk gehouden. Maar dat kan ook voor Bitcoin gelden. Ja, ga je dat nog terughalen? Dus in principe gooi je iemand zijn geld echt niet naar mij waar je het nog terug kan halen. Maar echt weg eigenlijk. En dat is dus uiteindelijk wat er nu ook gebeurd is. Of in ieder geval dat het was toch een vorm van chantage? Ja, een soort ransomware-achtig idee. Ja. Hè? Dus wat het nou zo schijnt te zijn, is dat hackers toegang hebben gekregen tot die wallets, of in ieder geval tot de software waarmee die wallets beheerd werden. Iets in die richting. En ze konden wel een transactie doen, maar alleen naar gewhiteliste adressen van die exchange. Dus een exchange heeft misschien meerdere cold wallets en die whitelisten ze. Dus ze konden wel een transactie doen, maar dat geld konden ze dan alleen maar naar een adres versturen waar die exchange waarschijnlijk ook toegang tot heeft. Dus ja, daar heb je niet zoveel aan. Dus wat hebben ze gedaan? Ze hebben gewoon hele kleine transacties gedaan, maar wel met een enorme fee, waardoor alsnog eigenlijk de reserves van die exchange heel hard natuurlijk naar beneden gingen met $2,5 miljoen dollar per dus keer. Dus het slachtoffer van die hack was niet een rekeninghouder van die exchange, een klant, maar de exchange zelf. Het was een rekening van de exchange zelf. Ja, maar van die rekening verzenden ze niet zoveel.
Maar die exchange betaalt zelf voor de fees. Dus eigenlijk de exchange had wel heel goed nagedacht van oké, als er geld naar een niet gewidelist adres gestuurd moet worden, hè, of Ethereum in dit geval, dan moest er een tweede akkoord zijn van een tweede persoon met een tweede private key. Dus dat was prima geregeld. Waar ze niet naar hadden gekeken is dat iemand wel de transactie fee enorm hoog kon maken. Dus zo zie je maar weer, het is ook maar je cybersecurity of je defense is ook maar zo goed als je zwakste schakel. Waar je aan gedacht hebt en waar je niet precies aan. En in dit geval is dus achteraf zullen we denken, dit was een van de kinderziekten, het moest even iemand overkomen en nu gaat iedereen dit dicht timmeren. Nou ja, nu gaan mensen of exchanges waarschijnlijk wel ook een maximum op een fee zetten, inderdaad, dat een fee niet 2 miljoen kan zijn. Ja. Dat is natuurlijk ook niet nodig. Dus dat hadden ze niet aan gedacht schijnbaar. En wat wel interessant is dat die twee mining pools die transacties gemined hadden. Ik had ze hier ook staan. Moet ik even kijken. Volgens mij Ethermine. Maakt het niet zoveel uit. Die hadden gezegd van we freezen deze transactie, of in ieder geval die fee. Die gaan we niet aan onze pool uitbetalen, maar de rechtmatige eigenaar die kan zich melden bij ons. En dan betalen we het terug. En dat hadden ze niet gedaan, die exchange. Toen hebben beide pools gezegd, we gaan het nu netjes verdelen onder al onze miners in die pool. En nu is die exchange toch teruggekomen en heeft gezegd van wij zijn het. Dus het is nu een beetje onduidelijk wat die pools gaan doen. En dat vind ik ook wel een interessante vraag om aan jullie te stellen. Van wat moet zo'n mining pool nou doen? Ja, ze het terugbetalen? Moeten ze het freezen? Moeten ze het uitbetalen aan de miners? Het is een soort vergissing van de bank in uw voordeel. Hè? Ja. En net hoe ze hoeven het natuurlijk niet te doen. Het lijkt mij the right thing om het wel te doen. Ja, en ook kijkend naar de gevolgen voor zo'n exchange. Ja. Op het moment dat je zegt dat je deze fee wel wil houden, kan dat behoorlijk nadelige gevolgen hebben voor een exchange en de gebruikers van de exchange. Je gaat misschien wel over de kop. Want Bart zegt, het heeft heel lang geduurd voordat ze hiermee naar buiten kwamen. Aan de ene kant denk je, waarom zeggen ze het niet gelijk? Maar aan de andere kant, het is heel logisch, want ze zijn kwetsbaar op dat moment. En dan kan het dus gebeuren dat iedereen denkt, ik moet mijn coins daar en mijn tokens daar weghalen. Dus vanuit dat perspectief begrijp ik het volledig dat ze er wat later mee gekomen zijn. Ik zou ook zeggen, het is het beste ding om het geld gewoon terug te storten en die exchange mooi dat gat te laten dichten. Om ervoor te zorgen dat niet iedereen strakjes hun coins en tokens daar weghaalt. En het is, wij zeiden al tegen elkaar, Bart, had jij ervan gehoord? Nou, nee, dus het is niet bepaald Binance, weet je wel. Nee. Het is waarschijnlijk een vrij klein bedrijf. Ik denk dat bedrag waar het om gaat voor hun een hele hoop geld is. Ja. Maar stel nou dat zo'n mining pool zegt van wij houden het wel zelf. Ik bedoel, volgens mij mag dat gewoon. Het is niet strafbaar, het is gewoon een foutje. Nou ja, het is een foutje inderdaad van de exchange. Ja. Want ik bedoel, die mining pool die houdt zich netjes aan de regels. Die mint gewoon de transacties en het liefste met de grootste fee erop. Ja. En dat is natuurlijk wel. Zijn zij dan degene die verantwoordelijk zijn voor het drama wat hier achterweg kan komen? Of is dat dan de partij die deze fee heeft ingevuld? Nou ja, kijk, die zijn natuurlijk strafbaar bezig. Want je zou willen dat die gepakt werden, precies. Maar dat vermeldt het verhaal niet. Dus nee, kijk, maar nu hoop je maar dat ze, of hoop je maar tussen aanhalingstekens, dat zo'n mining pool het beste voor heeft met de cryptocurrency wereld en de voortgang. En zoiets heeft van, we storten het terug. Maar het is natuurlijk, het legt wel een fundamentele kracht / probleem bloot van cryptocurrencies natuurlijk. Ja. Het werkt zoals het werkt. En het is echt 0 of 1. Het is in beton gegoten. Dus als je een foutje zoals dit en dan dat het nu teruggestuurd wordt, dat zijn we gewend, omdat dat bij banken ook zo werkt. Maar dat is nou juist een beetje het punt, zeg maar. Eigenlijk werkt het natuurlijk niet zo. Wat vind jij dan? Vind je dat ze dit zouden moeten houden? Ja, ik vind het wel goed dat ze het doen. Ik vind het wel heel interessant om erover na te denken. Ja. Zeker in een cryptocurrency wereld waar we met z'n allen eigenlijk constant zeggen van joh, wij doen het anders dan die banken. Dit werkt anders. En we hebben hier regels die zijn in beton gegoten. En daar doen we het mee. Maar op het moment dat er echt iets fout gaat, dan is het toch wel fijn als je er iemand op aan kan spreken. En dat iemand het terug kan sturen. Dus dat is een. En uiteindelijk kun je ook zeggen dat het decentraal is en dat het ook zo heeft gewerkt, want die mining pool beslist zelf of ze het terugsturen, ja of nee. Dus in die zin valt er ook wat voor te zeggen. Maar ik vind het gewoon een hele interessante discussie die daar. Hoe is dit anders, Bart, naar jouw idee dan een gevonden portemonnee met zoveel duizend euro erin?
Nou, is dat anders? Er is geen mechanisme waarmee ik gevonden portemonneeën kan verdienen, zeg maar. Ik lever ook geen wederdienst, zeg maar. Snap je? Het is met cryptocurrencies. Dus ik mine, ik valideer transacties. Ik kijk of ze aan de regels voldoen die we gesteld hebben. Dus de consensusmechanisme eigenlijk. En als ik een blok vind, dan krijg ik daar geld voor. Dan verander ik de vergelijking. Je hebt voor iemand een klus gedaan. Ja. Je wordt uitbetaald in contanten. En je krijgt een paar bankbiljetten. Je let eigenlijk niet op. En je komt thuis en je bent uitbetaald in duizendjes in plaats van in tientjes. Ja, ja. Zoiets is het. Ja. 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 Ja, dat je klopt. Bent vrij om het te houden. Zit er dan nog iemand tussen? Want er is dan eigenlijk degene die jou de opdracht heeft gegeven, is niet degene die duizendjes heeft uitbetaald. Maar er zit dan nog een persoon tussen, bijvoorbeeld het knechtje van diegene. En die heeft dan per ongeluk te veel briefjes gegeven. Dat is eigenlijk de situatie. Ja, wat dat betreft is het best ingewikkeld. Ja, want wie geef je dan de schuld? Dan is de tussenpersoon eigenlijk degene die de fout heeft gemaakt. Maar het bedrag behoort toe aan degene die jou betaald heeft. Wat doe je dan? Geef je het dan terug of niet? Ja, en je opdrachtgever kan in Colombia zitten, terwijl jij als dienstverlener, als miner in China zit. Of je kan zelfs zo zijn dat ik als miner in Nederland zit. Ik mine voor Ethermine of whatever voor pool die weer in China zitten. En de transactie waar het om gaat komt van de exchange naar in dit geval Zuid-Korea. Het is natuurlijk. Het is een situatie die we nog nooit gezien hebben eigenlijk. Ja. Dus qua jurisprudentie, je kan het proberen te vergelijken met de oude wereld. En ik denk dat dat heel interessant en nuttig is. Maar ergens ook, ja, is dat ook weer niet helemaal te doen. Omdat het een compleet nieuwe wereld is. Ja. En, ik nodig luisteraars uit en kijkers om via Twitter hun mening hierover te geven. Ik ben erg benieuwd. In ieder geval. Interessante dingen uitkomen, dan komen we daar volgende week op terug. Ik doe er zelf even eentje, Madelon, want ik heb er een paar. En daarna ga ik jou om jouw nieuws vragen. Ik heb het verhaal van een podcastpresentator die even niet opletten en in een phishing truc trapte en al zijn bitcoin kwijt is. Nee. Het gaat om Eric Savix van de Protocol podcast. Notabene, dus zijn podcast over crypto. En hij had malware op zijn PC, had een verkeerde Chrome extensie geïnstalleerd en die vroeg op een gegeven moment langs zijn neus weg, die Chrome extensie. Doe even je seed. En die heeft ingetypt. Alle bitcoins weg. Ja. Ik had gelezen, ja. En intussen heeft hij door donaties van mensen uit het publiek die medelijden met hem hebben, heeft hij 0,7 bitcoin terug. Misschien intussen iets meer. Heb je een idee om hoeveel bitcoin het ging, deze 12. Fout? Zo. Dus naar de huidige koers is dat meer dan een ton. Ja, dat is heel pijnlijk. Pijnlijk. Er gaan meer verhalen rond over die extensie. Ik kreeg ook een aantal berichtjes. Wat voor extensie was dat dan? Chrome. Die hoorde bij KeepKey, als ik me niet vergis. Ja, een Chrome-extensie. In Google Chrome kun je verschillende extensies aanmaken. En dit was een nieuwe extensie die, dacht ik, net online geplaatst was, maar die door heel veel mensen gedownload is. En ik kreeg al berichten van meerdere mensen die op deze manier hun bitcoins kwijtgeraakt zijn. Ja, dus ook in Nederland zijn er. Maar KeepKey is een password vault, toch? Dat is toch een wachtwoordkluis? Mm-hmm. Dat is waar. Ja. Misschien was de naam die erop leek. Intussen weigert mijn PC de betreffende site. Ja, dat is natuurlijk wel interessant. Want wanneer vul je überhaupt je seed? Nooit. Nou, dat is niet helemaal waar. Maar zeker niet op een PC. Je vult je seed alleen maar in op je ledger. Nou ja, precies. Dus dat is dan al. Dus je vult hem inderdaad in op een ledger, een Trezor. Op je PC kan wel. Als je natuurlijk een wallet hebt. Maar dat is niet de beste practice. Nee, als je een software wallet hebt. Maar het gaat om een hardware wallet, daar. Die seed, die zul je nooit op een app invullen. Nee, dat is natuurlijk het idee erachter. Hè? Dat je private key, die zit opgeslagen op die ledger of op die Trezor. En de enige. Malicious imposter of Keep Keys app from the Google Chrome Store. Dat is waar het om gaat. Oké, dus ze hebben de Keep Key app nagemaakt. Ja. Dat is balen. Maar goed, ik zal voor de luisteraar dan. Een password vault zal niet vragen om jouw seed. En als je dat wel doet, dan moet je heel goed nadenken waarom je die software gebruikt. Of dat het misschien wel nep software is. Ja, precies. Nou goed. Maar er gingen ook geruchten. Of in ieder geval, de vraag werd wel gesteld. Hoe kan het nou? Ja, kijk, dat is altijd een beetje. Het kan altijd gebeuren, schijnbaar. Maar hoe kan het nou zo zijn dat je zo diep in de materie zit, want die podcast maakt hij ook al jaren, volgens mij. Ja. En hij zei dat hij sinds 2013
in Bitcoin zat. Hoe kan je het? Hoe kan het gebeuren? Ja, weet je, iedereen trapt wel ergens in. Mm-hmm. Ik heb voor BNR Digitaal heb ik met allerlei figuren uit de securitywereld contact en die verzekeren mij vroeg of laat klik je op die plek waar je niet had moeten klikken. Ja. Hoe bewust je ook bent. En het is me ook inderdaad wel eens overkomen. Tot nu toe zonder al te erge gevolgen. Neem ik snel maatregelen. Maar dat komt inderdaad voor. Dan is er toch een mailtje of iets dergelijks waarbij je denkt van toch eens even verder kijken. Oh shit, dat was misschien niet zo'n geweldig goed idee. Ja. Blij dat het toch weer goed afloopt. Ja, kijk, als het nou zo was dat hij geklikt had en dat ze zijn computer, weet ik veel, binnen konden komen en zelf helemaal die key hadden opgespeurd. Ja, maar zelf intypen. Maar dit is het is 24 woorden. Ja, ik bedoel dat. Veel tijd om na te denken. Ja, nou, dat zou je toch zeggen. Je moet ook heel goed kijken, van doe ik het allemaal wel goed? Ja, precies. Ja. Dus, had hij nog maar een foutje gemaakt. Ja, en dat vond ik ook een interessante. Die transactie waarmee dus zijn wallet leeggetrokken is, die had dus in tegenstelling tot die Ethereum-transacties waar we het net over hadden, juist een hele lage fee. Zelfs eentje waarmee het uren duurde voordat die überhaupt gemined werd. Dus als je echt doorhebt dat het foute boel is, dan had hij dus nog de kans om een nieuwe transactie te maken. Met een hogere fee. Een veel hogere fee, zodat die eerder gemined werd. Dus, het is natuurlijk een beetje Bitcoin-wereld eigen dat er vaak alweer complottheorieën bij verzonnen worden. Maar dat werd hier ook wel toch wel genoemd van, ja, weet je, makkelijk verdient die 0,7, om het eventjes. Het is niet mijn mening, maar dat werd ook wel weer genoemd. Ja. Nou goed. Oké, voor wat het waard is. Madelon, jouw beurt. Oh, nu gaat mijn computer even lastig doen. Oh, anders heb ik er nog wel een, hoor. Hier, ik heb hem voor me. Ik kwam van de week een artikel tegen op Bloomberg. En ik heb hem eigenlijk, ik denk wel 5 dagen op mijn computer gehad. In de Safari-browser. En eigenlijk wilde ik er gewoon niet naar kijken. De titel die was behoorlijk vreemd. En ik vond vanochtend een artikel op Bitcoin Magazine waarin ze dit artikel van Bloomberg eventjes grondig analyseren. En dat was eigenlijk wel nodig. Want volgens Bloomberg is Bitcoin er niet in geslaagd om te profiteren van de perfect storm die de coronacrisis veroorzaakt heeft. Zij zijn van mening dat ze de titel digitaal goud niet waargemaakt heeft. En wat er eigenlijk wordt gesteld zijn meerdere redenen. Ik kwam er 7 tegen. In dit stuk zijn er 6. Maar daarin wordt uitgelegd waarom de grootste cryptomunt Bitcoin dus haar status, waarvan wij altijd hebben gezegd, ja, omdat Bitcoin zou goed moeten fungeren tijdens een crisis. Nou, hier wordt dus gezegd waarom dat niet het geval is. En eigenlijk vind ik dit een pijnlijk lastig stuk om te lezen. Deze meneer die dit heeft geschreven, Joe Wiesenthal, redacteur van Bloomberg, die zegt onder andere het volgende: ondanks de forse koersschommelingen op financiële markten is Bitcoin niet opzienbarend gestegen. Dat zegt hij als eerste. En daarna zegt hij: de algemene trend is het maken van lower highs, oftewel lagere koersstoppen. En dat neemt het argument weg dat de economische crisis een boost is voor Bitcoin. Mm-hmm. Ik vind dit een heel frappant stuk. Ik weet niet wat jullie mening hierover is. Ik kan nog even de punten opnoemen. Hier staan er dus 6. Ondanks de volatiliteit staat Bitcoin niet op recordhoogte. De prijs van een Bitcoin ging precies dezelfde richting op als de S&P 500. Dat zou ook een reden zijn waarom Bitcoin het niet zou doen. Het presteert niet per se beter dan bijvoorbeeld Ether. De impact van de halving is niet zichtbaar. De inflatie is minder dan verwacht. En via Robinhood krijgt juist de aandelenmarkt veel aandacht vanuit het nieuwe publiek. Er is hier en daar wel wat op af te dingen. Maar even de feiten. Hè. Waar stond Bitcoin toen de coronacrisis begon? Even kijken, die pak ik daar even bij. Toen stonden rond de $10,000. Dit was rond 17 februari. Ja. 6 maart stonden we op 9.000. Ja, we staan weer iets hoger. Naar aandelenmaatstaven nog op een leuke winst. Maar goed, volatiliteit in aanmerking genomen is het inderdaad niet significant meer. Nee. Ook niet significant minder. Maar kunnen we überhaupt al zeggen dat die perfect storm, kunnen we daar nu al een conclusie aan halen? Maar dat is het toch inderdaad. Kijk, coronacrisis, als in medische crisis en whatever. Ja,
die is wel heftig losgebarsten. Ja. Maar die economische crisis... Die moet nog komen. Precies, dat, ja. Dat is er toch nog niet. Dat loopt toch gewoon wat achter. Weet je, mensen moeten wel eerst hun baan kwijtraken... voordat de hypotheek niet meer betaald kan worden. Weet je? Dus en dat de huizenprijzen omlaag gaan... en dat de banken daar weer last van krijgen. En dan pas de pensioenfondsen. Dat duurt heel lang. Precies. Dus ik ben wel. Maken. Ik vind het een beetje, een beetje frontrunning, dit artikel van... joh, oké, nou, we hebben net een maand of twee die coronacrisis gehad. Laat ik maar meteen een artikel over Bitcoin schrijven... waarom het niet werkt, wanneer het had moeten werken. Daarnaast inderdaad denk ik dat er nog wat andere dingen... af te dingen zijn op wat hij zegt. Ja, ik vind het allemaal, ja, ook dit doet me eigenlijk niet zo veel. Dan denk ik van, ja, oké, dan heb je weer iemand die daar... een stuk over schrijft wat niet positief is, ja. Mm-hmm. Ja, en wat is het voor iemand die dit schrijft? Is dat iemand uit een hoogleraar economie of zoiets? Van wie je dat zou verwachten? Ik ga hem ondertussen eventjes door de Google-machine halen. Dat vraag ik me altijd af, hè, als het iemand is van wie... Even kijken, hij heeft 217.000 volgers op Twitter. Mm-hmm. Co-host van Bloomberg TV, editor, blablabla. Ja. Dus het is wel een... relatief hoog geplaatst iemand, maar of die echt kennis en kunde heeft van economie en Bitcoin, dat haal ik hier niet gelijk uit. Kijk, de toon die maakte mij de indruk van een doorgewinterde Bitcoin-hater die de kans ziet om zijn punt te maken. Ja, Nouria Roubini-achtig. In ieder geval, ik ben het hier. Ja, nee, dit staat haaks op waar ik... En kijkend naar de impact van de halving, kunnen we daar überhaupt al iets over zeggen? Dat is ook een van de redenen die hij aanhaalt. Maar dat is toch... Daar kun je nog helemaal niks van zeggen, toch? Nee, maar dat is toch het hele... Als je beetje... kijkt naar de vorige halving, dan was het in dit stadium ook nog helemaal niet zo... Ik vind op zich het artikel zelf... wel interessant, als hij het over het pak mee 2 jaar had geschreven. Mm-hmm. Hè? Ja. Als we die hele, die voorspelde recessie die eraan gaat komen... die erger dan ooit zou moeten zijn. Nou, oké, laten we dan over 2 jaar kijken. En als Bitcoin er dan nog is, dan kan je er wat over zeggen. Of als het er niet is, kan je er ook wat over zeggen. Maar nu, ja, vind ik een beetje te simpel. Prematuur. Ja. Prematuur. Ja, oké. Dat noemen we ruis, heb ik van de broeders slachten geleerd. Die hebben we vaker gehoord. Ja, precies. Heel goed. Simon Lelieveld, u weet wel, maakte ons erop attent via zijn Twitterfeed... dat de kosten van het toezicht op de AMLD5-wetgeving bekend zijn. Om te beginnen 29.850 euro... per partij voor het jaar 2020. En omdat de wet pas vanaf 21 mei geldt, is het 18.000 voor 2020. Wel komt er in 2021 dan nog weer een naheffing, schrijft hij. Dus dat is wel interessant om vast te stellen dat nu bekend is. En toen ben ik gaan doen, of misschien had ik dat eerder al wel gedaan... heb ik contact gezocht met Patrick van der Meijden. Want we hadden het vorige week over hem, weet je wel. Ja. Mm-hmm. Of hij eigenlijk al spijt had van zijn besluit om Bitkassa te stoppen. En of hij dat misschien alsnog ging terugdraaien. Dus ik heb hem dat gevraagd. En dan hij heeft me ook geantwoord. Het komt hierop... hij heeft zelfs geantwoord zonder dat ik hem heb gevraagd. Hij antwoordde omdat hij naar de Cryptocast geluisterd had. Wel grappig. En hij schrijft, het bedrijf Bitkassa bestaat nog. We hebben ook geen plannen om dit te stoppen. Aha. Okay. Maar er zijn wel dingen die het moeilijk maken om weer door te gaan. Bijvoorbeeld dat we al onze aan- en verkoopklanten... waar ze onze boterham mee verdienden, gemaild hebben... dat wij ze niet meer mogen helpen. We hebben ze doorgestuurd naar andere partijen... en die klanten krijg je niet zomaar terug. Nee. Spijt hebben we... haak openen, nog haak sluiten, niet. Omdat er nog steeds geen zekerheid is met betrekking voor de kosten voor 2021. Het vaste basistarief is niet bekend. En ik krijg daarop ook nog geen antwoord van DNB. Als blijkt dat het echt laag is, ja, dan hebben we dat verkeerd ingeschat. Maar ik moet dat eerst nog zien. Al dus Patrick van der Meijden. En dit zijn dus de kosten vanaf mei voor het aankomend jaar. En dan komen daar de kosten voor 2021 nog bij op, als ik het goed begrijp. Ja, elk jaar dan komt er weer zo'n rekening. En dat zal natuurlijk dan waarschijnlijk meer zijn dan 91.000. euro, omdat dit toezicht 91? Was... 91, zei je toch? Nee, ik zei... wacht even, wat zei ik nou? 19. Even terug naar Simon zijn tweet, hoor. 29.850. Oh, 2900. En
omdat... 29.000, toch? Oh, 29.000. Sorry, 29.000. Ja. Sorry voor al dit gedoe. Al die cijfertjes. Nummer van Cryptocast is al zo moeilijk. En het is 18.000 voor 2020, omdat het maar een deel van het jaar betreft. Okay. Dus 29.850 voor het hele jaar, maar het wordt dus 18.000 voor het deel van het jaar dat de wet heeft gegolden. En het bedrag voor 2021, dat zal nog bekend worden gemaakt. Ik krijg een beetje flashbacks naar de microcash. Ja. Gaan we weer doen als we op een all-time high zitten. Ja. Ja, kijk, weet je, met die... We hebben dat ook helemaal gevolgd natuurlijk, die AMLD... het AMLD-gedoe eigenlijk. Ja. En ja, ik vind het lastig in te schatten, zeg maar. Want het is natuurlijk die bitcoinbedrijven in Nederland helaas, als we het hierover hebben, dat zijn geen beursgenoteerde bedrijven. Anders kan je gewoon kijken van, nou, oké, wat is je omzet? Ja. En natuurlijk heb je dan een ethisch aspect, hè, want dat geldt voor veel bitcoinbedrijven die zeggen van, joh, we willen gewoon niks met de DNB te maken hebben, want wij staan voor alles waar de DNB niet voor staat. Ja, eigenlijk. Mm-hmm. Dus ja. Dat die belang heeft bij dat je verdwijnt. Precies, eigenlijk. Dat ja. Argument begrijp ik. Maar je hoort natuurlijk ook vaak het financiële argument. En dan ben ik nou wel eens benieuwd van, ja, kijk, als jij 2 ton omzet op een jaar, dan snap ik dat 30.000 natuurlijk een flinke kluis is. Maar goed, ik heb dus geen idee. Ja. Kijk, en we hebben het Bitter van Ruben Waterman bijvoorbeeld. Ja, die doet dat in zijn eentje. Dus dat kan ik me voorstellen. En bij een Bitkast ja. Misschien ook. Maar goed, je hebt ook natuurlijk best wel grote brokers in Nederland. Het is misschien leuk om jou voor te leggen. Wij hadden hier Mark van der Sijs een tijdje geleden. En die had eigenlijk een keiharde opmerking. Die zei van, als jouw bedrijf niet tegen een rekening van 30.000 euro kan, wat doe je hier dan? Dan moet je maar zorgen voor een beter verdienmodel. Ja, maar ik zag wel dat, kijk, met Hut Eet natuurlijk, zag ik een nieuwsbericht dat zij bijvoorbeeld aandelen uitgaven om 7,5 miljoen voor nieuwe apparatuur op te halen. Dan heb je het ook wel over echt andere orde van grootte. En dat is precies mijn punt. Als jij het over een investeringsronde 7, 8 miljoen ophaalt met je bedrijf, dan snap ik dat 30k niet veel is. Nee. Ja, maar hij zei wel bij dat op het moment dat jij een goede potentie hebt met je bedrijf, dat je ook een investeerder kan zoeken die 30.000 ophoest. Ja. En als die 30.000 een onoverkomelijke hinderpaal is, dan heb je eigenlijk geen bestaansrecht. Dat was wat hij zei. Ja, nou ja, misschien wel maakt het persoonlijk leed voor een ondernemer die gewoon met een partner in whatever Aalsmeer met z'n tweeën gewoon een heel leuk bedrijf heeft opgezet. Maakt natuurlijk een flinke klap als je daarmee moet stoppen. Dus altijd, ja. Weet je, er zit altijd wel meerdere kanten aan. En aan de ene kant, ja, snap ik wel wat hij bedoelt. Aan de andere kant denk ik van ja, ga je ook wel, denk ik, wel snel voorbij aan anderen. Ja. Bijvoorbeeld een Bitter, weet je wel. Dat was echt iets, daar baal ik echt van. Omdat gewoon puur als consument. Omdat er voor mij geen alternatief is. Ik had elke week, kon ik gewoon, nou, ik hoefde niks te doen. Ik heb het 1 keer ingesteld. Betaling verzenden gewoon via de ING of whatever voor een bank je hebt. Je plant het in en je kreeg bitcoin direct gestuurd op je wallet. Ja, ja, dat kan dat nu niet meer, weet je. Ja. Er zit een developer in onze groep, Jorijn heet die heeft een eigen app gemaakt. En dat kan je via GitHub downloaden. Ja, dat hebben we nog genoemd. Mm-hmm. Weet je, dat is dan, ja, dat werkt en dat is super vet dat het gebeurt. Alleen ja, daar zit je wel met API-keys van Bitonic te klooien. Dus dat, het was zo simpel en nu is het er niet meer, weet je. En dat alleen al is voor mij toch ook wel iets van, oké, nou ja, weet je, dan... Dat is gewoon een voorbeeld van innovatie die is stuk gemaakt. Hè? Ja, jij zegt, het was er, het is er nou niet meer. Ja, had niet gehoeven. Ja, en ik hoef ook niet per se het pad op te gaan dat de DNB moedwillig dingen kapot aan het maken is of zo. Maar het is natuurlijk wel een wetgeving, stoomwals die gewoon over zo'n landschap heen trekt. Ja, daar vallen brokstukken. Ja, en het betekent ook indirect natuurlijk op het moment dat deze functie er weer zou zijn, dat het dan de nodige kosten met zich meebrengt. Dus dat je daar fees voor moet gaan betalen die hoger liggen dan dat ze tot voor kort waren. Omdat dat gewoon terugverdiend moet worden, dat geld wat nu naar de Nederlandse bank gaat. Ja, zeker zou kunnen. Kijk, wat ik niet snap is dat als één webdeveloper in zijn eentje dit in elkaar kan zetten, hè, of het nou Ruben in eerste instantie was of Jorijn in tweede instantie. Wat slapen de brokers of zo op dit moment? Er is echt vraag naar, bouw dat op je eigen platform. Want dat platform is er al. Ze zijn er wel die het doen. Alleen het versturen naar een private wallet, dat is nog best wel een ding. Want je zit natuurlijk ook met KYC maar ik ben toch gewoon ge-KYC'd bij, nou, noemen ze een broker. Die KYC moeten ze al doen. Als je ergens dus, al zit, dan ben je... Ja.
Ja, ze moeten al voldoen aan die wetgeving. Dus ik heb zoiets dus van... Dus Bitonic of Bit My Money? Bit My Money heeft het wel, alleen niet naar een privé-wallet. Dat gaat naar hun eigen wallet. Ja, nou, dat wil ik niet. Ik wil bitter. Breng bitter terug. Maar goed, anyway. Ja. Helaas is het er niet meer. Oké. Okay. Nou goed, we hebben nog een hele hoop andere onderwerpen die leuk zijn om jou voor te leggen. Een van de dingen die jij vertelde toen we je uitnodigden was, je was aan het experimenteren geweest met Lightning Network. Vertel daar eens over. Wat ben je aan het doen geweest? Nou, we hebben een donatieknop op de website gemaakt. Dus als je naar www.satoshiradio.nl gaat, dan staat er een grote knop. En het ziet er allemaal nog niet zo mooi uit. Ik moet daar nog een beetje aan werken, want dat vergt toch wel veel van mijn... Ja, ik heb ooit wel eens in HTML nog een website gemaakt, maar dit ging iets verder. Niet je core business. Nou ja, kijk, weet je, ik kan wel een WordPress websiteje maken, maar dit was moeilijk te integreren. Maar anyway, het werkt. En, wel ontzettend leuk om een nieuwe skill te beoefenen op deze manier. Oh, zeker. Maar met die donaties, het idee is dus dat wij nu donaties van luisteraars kunnen ontvangen zonder dat daar iemand tussen zit. Dus er zit geen wallet. We gebruiken BTCP-server. Dat is natuurlijk wel open source software. Maar die draaien we wel op onze eigen Raspberry Pi. Dus we hebben onze eigen BTCP-server, letterlijk. En we kunnen daar onze eigen Lightning betalingen ontvangen. Dus er zit geen PayPal tussen. Er zit geen Patreon tussen die er nog wat van afsnoept. Of kan zeggen van, joh, je maakt... Of YouTube, je maakt cryptocurrency content, dus we gooien je van de platform af. Dat kan gewoon niet. Het is onze website en onze eigen server. Dus dat is wel heel tof. En het was voor mij ook vooral de bedoeling om even te leren van, joh, hoe werkt dat Lightning-netwerk nou? En wat zijn de voor- en nadelen? Ik zag er ook een vraag over terugkomen trouwens. Misschien is het nog wel leuk om die er meteen bij te noemen. Die van Duc van Baarle? Ja, die heeft het over het Lightning-netwerk en het Liquid, de sidechain. Nou, ik denk dat ook... Hij vraagt, wat is het verschil nou tussen die twee? Hè? En ik denk dat om dat even allereerst te beantwoorden... Kijk, wat hij zelf ook al zegt, Liquid is een sidechain. En Lightning, dat zijn payment channels die wij met elkaar hebben. Dus dat is geen losse blockchain naast de Bitcoin blockchain. En het Liquid-netwerk is ook heel erg gericht op grote exchanges... om hele grote... transacties mogelijk te maken en veel sneller te maken vooral. Dus als Binance, weet ik veel, 100.000 bitcoins moet versturen naar Coinbase, whatever, dan kan dat heel snel op die manier. Het is een private blockchain eigenlijk, een permission blockchain. Terwijl het Lightning-netwerk is eigenlijk een soort van... Ja, het is echt een netwerk met heel veel verschillende kleine hubjes die dan wat liquiditeit hebben, wat echte bitcoins zitten daarin. En daar kunnen betalingen tussen... tussendoor gaan. Dus dat kan, als ik het naar jou stuur, Herbert, kan dat via vier verschillende hubs gaan, als dat de snelste weg is. Dus dat is wel heel gaaf. En het voordeel is dat het dus heel snel gaat, omdat dat niet allemaal zogenaamde on-chain transacties zijn op het Bitcoin-netwerk. Dus als ik een transactie naar jou doe op het Bitcoin-netwerk, dan duurt dat lang. Door de bloktimes van Bitcoin, dan moet je nog maar hopen dat je in het eerste, de volgende blok zit. Het kost best wel wat qua fees. Dus dat is leuk als ik jou betaal voor een auto of voor een huis, iets in die richting. Maar minder voor het voorbeeld voor de kop koffie natuurlijk. Ja. En of voor een donatie, om het wat dichter bij huis te houden. En dat kan nu wel. Mensen kunnen gewoon... Wij hebben een luisteraar die doneert elke week een euro. Ja, dat kan. Leuk, dat kost bijna niks. Wat zijn de nadelen? Kijk, zo'n channel bijhouden of zo'n hub een beetje managen. Als je dat serieus aanpakt, is dat best wel werk. Om het uit te leggen, hè. Stel, Herbert heeft een Lightning node met geld erop. Ik heb een Lightning node met geld erop. Dan moeten wij een channel openen. En dan moeten we aan beide kanten moet daar geld in komen. Dus stel, ik zet 10 euro aan mijn kant. En jij zet 0 euro aan jouw kant. Ik praat even in euro's. Hè. We hebben natuurlijk over bitcoins voor duidelijkheid. Maar we zetten 1 bitcoin aan mijn kant en 1 bitcoin of 0 bitcoins aan jouw kant. Dat betekent dat ik wel naar jou kan sturen. Maar andersom niet. Stel dat ik eerst, ik zet 1 bitcoin aan mijn kant. Herbert heeft er 0. Ik stuur een halve bitcoin naar hem. Dan kan Herbert daarna een halve bitcoin terugsturen. Hè? Dus dat. En op een gegeven moment als we zeggen, oké, we zijn er nu klaar mee. Dan kijken we wat de balans is. En dat hou je dan over. En dat is wel een echte Bitcoin-transactie op het Bitcoin-netwerk. Dus je hoeft eigenlijk alleen bij het openen en het sluiten... hoef je een Bitcoin-transactie te maken. En dat scheelt dus in de fees en scheelt in de transactietijd, zeg maar. Transactiesnelheid.
Dus dat werkt eigenlijk heel goed. Alleen wat ik zeg, het managen van die channels, het zorgen dat je voldoende liquiditeit aan de ene kant hebt, aan de andere kant, ja, dat is al wat werk. En kijk, liquiditeit aan je eigen kant is niet zo moeilijk. Maar wij als podcast ontvangen vooral donaties. Ik verstuur niet zoveel. Dus dat betekent dat ik aan liquiditeit aan mijn kant heb ik niet zoveel. Ik wil liquiditeit aan andere kanten, zodat mensen via die channels naar mij kunnen sturen. Dus ja, dan moet je toch wel een beetje gaan netwerken. En nou ja, weet je, inmiddels ken ik wat mensen die ook zo'n nood hebben. En dan vraag je van, joh, kan je een channel naar mij openen? En kan je daar wat geld aan die kant zetten? En dus het is een heel erg sociaal ding. Er zijn Telegram groepen, volgens mij Lightning NL. Nou, die link kunnen we in de show notes zetten. Mensen kunnen daarheen gaan. Als je daar zie je ook mensen van, joh, ik heb net mijn nood geïnstalleerd. En nou ja, weet je, kan er iemand een channel openen? Ja. Dus was het moeilijk voor jullie om dit functionerend te krijgen, draaiend te krijgen? Nou, je kan het terugzien, want ik heb er verschillende YouTube-video's van gemaakt. Die staan op het Satoshi Radio kanaal. En het was op zich wel leuk, hoor. Mensen die ook een nood maken en dan met die filmpjes erbij, dat als een soort van eigen huis en tuin een beetje in elkaar zitten te klussen. Maar om op je vraag terug te komen, is het moeilijk? Ja, nou ja, nee, maar er gaan altijd dingen fout. Ik heb wel mijn haren uit mijn hoofd getrokken toen ik dat aan het doen was. Op zich, de nood installeren is heel makkelijk. Dat hebben we met MyNote gedaan. En dat is eigenlijk gewoon een soort van pakketje. En dat installeer je dan op je Raspberry Pi. En dan gaat eigenlijk alles wel vanzelf. Waar ik vastliep is dat ik die donatieknop op de website wilde. En ja, toen moest ik dat allemaal poorten openzetten en dingen doorlussen via mijn website provider. Wel heel leuk om te doen. Dat hebben we ook uitgelegd hoe dat zit. Maar in principe zo'n nood werkend krijgen is niet zo heel moeilijk. Okay. Zeker met die MyNote software. Het probleem met MyNote is dat ze zoveel in één keer probeerden te doen. Ja, dat het een beetje piept en kraakt her en der. Want er staat van alles op. Je kan coin joins doen en volgens mij Samurai Wallet staan erop. En een Block Explorer. Je hebt van alles, maar ze hebben zoveel gedaan. Het is één developer die dat maakt. Maar er is typisch zoiets, dat herken ik wel. Jij noemt het klooien met HTML in het verleden. In de tijd dat dat nog nieuw was en nog niet iedereen dat deed en nodig had, was dat moeilijk. En moest je ontzettend pielen met HTML zelf. En waar zet ik dat dan neer? Hoe zorg ik dat het een toegankelijke website wordt? Enzovoort. Ja, en dat heb je nu ook weer. Over 5 jaar, dan is dat misschien een kwestie van een druk op de knop. Dan bieden allerlei bedrijven dat gewoon aan. Nou ja, kijk, in principe, dit is de eerste keer dat je echt redelijk makkelijk dus die MyNote software kan downloaden. Dat zet je op een SD-kaart. Dat is al makkelijk geworden, bedoel je? Ja. Als je het vergelijkt met hoe het was, is dit het is gewoon een grafische interface. Je tikt het in je browser in, je gaat erin. Je hebt allemaal knoppen, een Lightning Wallet, je Bitcoin Node, je Lightning Node, BTCP-server. Je hebt een losse VPN die je kan instellen. Dus het is dus best wel. Nou, het begint ergens op te lijken. Alleen ja, omdat het door één iemand gemaakt wordt, denk ik soms een beetje van, joh, je neemt hem iets te veel hooi op je vork. Ja. Ook BTCP-server is echt een mooi initiatief, wat eigenlijk gestart is juist tegen de grote bedrijven die payment oplossingen aanboden voor op Bitcoin. Volgens mij vooral op BitPay. Hebben ze gereageerd van, nee, wij gaan het open source maken. En het is echt wel heel, heel cool. En het werkt eigenlijk best wel goed. Heeft soms wat kuren. Je moet soms 2 keer klikken en dan 2 keer een invoice aanmaken. Maar ja, je kan een berichtje erbij tikken. En het is best wel een leuke manier om interactie te hebben met je kijkers en luisteraars. Moet ik wel zeggen dat als je dit echt voor een webshop zou gebruiken, vind ik het lastig. Daar vind ik het nog net iets te vaak niet voor werken. Maar ik denk overigens dat het meer aan mijzelf ligt dan aan BTCP, hoor. Ik denk als je daar een wat professionelere partij voor inhuurt. Het zou veel verschil maken wanneer het geen donatie is, maar een transactie. Dat is natuurlijk wel een iets ander ding. Nou, je kan het gewoon integreren met allemaal webshop platformen. Dus dat moet gewoon werken. Ja. Het lijkt een beetje op Bitkassa eigenlijk, hè? Ik bedoel, alleen dan is dit echt wel online gericht. En Bitkassa was toch wat meer ook met die point-of-sale terminals, hè, gewoon net met echte kassa's eigenlijk, in winkels. Maar zo moet je het wel een beetje zien. En ik vind het heel gaaf. En het is heel leuk om op die manier het Lightning-netwerk een beetje te gebruiken. Maar daar hangen wel nadelen aan ook. Zeker dat je ziet dat je nu al ziet dat er hele grote Lightning-hubs zijn van verschillende wallets of exchanges.
En die trekken gewoon heel veel van het verkeer, komt daar doorheen. Omdat dat gewoon hele liquide hubs zijn. Ja. Dus daar kan altijd een transactie doorheen. Dus ja, dat je zou bijna kunnen zeggen dat het begint weer een beetje op een bank te lijken. Nee, maar dat is wel een beetje hoe het is. En je hebt problemen met nodes die altijd online moeten zijn. En als er eentje, even heel zwart-wit gezegd, als er eentje offline gaat... dan kan de ander daar gebruik van maken. En dan wordt er weer gekeken van... zogenaamde watchtowers die er dan ingesteld kunnen worden... wat eigenlijk weer iemand is die alles een beetje in de gaten houdt... wat ook weer centralisatie. Dus het is een constante payoff. Dus meer gecentraliseerd dan Bitcoin, daardoor sneller. Maar daardoor, misschien iets minder veilig. Ja, maar goed, Lightning Network is dus volop in ontwikkeling. Dat is heel cool. Hier is een andere tweet die ik even bij wil halen van Mark... @MarkW69, die begon over 1% van de wereldbevolking. Ja. En het was eerst wat verwarrend, maar het kwam erop neer. Hij zegt, als je alle bitcoins zou verdelen over 1% van de wereldbevolking... dan heeft iedereen 0,28 bitcoin. Dus is eigenlijk 0,28 bitcoin een goed bedrag om mee te beginnen. Om ervoor te zorgen dat je in elk geval... een behoorlijk bedrag hebt wat meer is dan de meeste mensen zullen hebben. Dat is eigenlijk, je hoort dan bij de 1%. Dat is, dat is blijkbaar Marx en streven. En dat is wat je wil. Bij de 1% horen. Ja, blijkbaar. Ja, sommige mensen wel. Ja, ik weet het niet. Maar wat is de vraag van Mark? Of dat genoeg is om rijk te worden of zo? Of wat is dan een beetje het idee erachter? Ja, dat zouden we hem zelf moeten... Zover ben ik niet gegaan in het stellen van mijn wedervragen. Is dat een goede investeringsstrategie? Ja, ik weet niet of het een goede investeringsstrategie is... om proberen meer te hebben dan andere mensen. Nee. Ik moest denken aan een andere 1%-regel... die we hier wel eens verkondigen. Dat als je... goed aan spreiding wil doen en een beetje recht wil doen... aan het risico dat bitcoin vertegenwoordigt... dan moet je denken aan ongeveer 1% van je vermogen. Dat je in bitcoin zou kunnen stoppen. Ja. Dat is misschien een verstandige manier om die 1% in te zetten. Ja, zonder dat we beleggingsadvies geven natuurlijk. Ja, kijk, het is een beetje hoe ik het zie... bitcoin en cryptocurrencies in het algemeen misschien nogal meer. Of andere cryptocurrencies. Het is natuurlijk een asymmetrische investering die je doet. Hè? Ik bedoel, stel ik koop nu 1 bitcoin. Nou ja, wat kan ik verliezen? Nou, 9000 euro, dollar, iets in die richting. Ja. Ja, wat valt er te winnen? Ja, who knows? The sky is the limit. Mm-hmm. Ja. Dus de upsides zijn enorm. En als jij 9000 euro kan verliezen, is de downside... Ja, valt wel mee, zeg maar. Hè? Ja. Dus wat dat betreft, zo kijk ik er liever naar. Dat ik zoiets heb van, nou ja, weet je, ik heb, je hebt wat spaargeld. Je hebt een contract bij je werk voor onbepaalde tijd. Of je onderneemt en je hebt een leuke buffer. Je hebt vaste klanten, whatever. Dus je hebt je downside, hè, je ondergrens, die heb je een soort van gemanaged van... ook al verlies ik die 10.000 euro in bitcoin... dan alsnog heb ik een hele trits aan ja, dus heb ik het maakt mijn leven niet kapot, zeg maar. Dus het is wel belangrijk om eerst dat voor elkaar te hebben. Maar goed, ja, dan denk ik dat het wel goed is om daarna te kijken van... wat zijn investeringen die enorm kunnen uitbetalen... en niet zo'n hele grote downside hebben. Maar goed, dat het vanzelfsprekend is dat je niet al je geld daarin stopt... dat lijkt me duidelijk. Of in ieder geval, dat zou ik niet doen. Dus ja, kijk, weet je... Ja, voor de rest... Ja. Wat is Bitcoin voor jou eigenlijk? Ik hoor dat prijs jou eigenlijk heel weinig uitmaakt. Of althans, dat maak ik op uit jouw verhaal. Hoe zie jij althans, Bitcoin? Althans, korte termijn. Dat maak ik eruit op. Nou ja, kijk, weet je wat het is... Weet je, als je die bullrun in 2017 hebt meegemaakt... dan op een gegeven moment, ja, weet je... je kan heel veel geld verdienen... en je kan het allemaal weer verliezen in een half jaar. En weet je, dan ga je op een gegeven moment wel nadenken van... daar kan je wel bij de pakken neerzitten. Maar dan merk je op een gegeven moment... ja, geld is ook maar geld, weet je. Als het op een gegeven moment komt, ja, dan kan je opeens spulletjes kopen... en dan is het weg en dan kan je... geen spulletjes kopen, weet je. En dan merk je toch... Het is het middel en niet het doel. Geld even tot zijn essentie teruggebracht. Nou, dan merk je wel van, joh, maar wat vind ik nou wel belangrijk? En dat is eigenlijk, nou, weet je, dat ik de tijd heb om die podcast te maken. Of dat ik de tijd heb om een beetje te kunnen ondernemen. Of met mijn eigen dingen, creativiteit bezig te zijn. Of dat je, weet ik veel, ja, heel cliché... dat je ouders en broer en zussen gezond zijn. Dat je een fijne relatie hebt. Dat zijn...
weet je, het was echt wel heel leuk om opeens gewoon de mediamarkt in te lopen en met een, OLED-tv weg te lopen waar je normaal een jaar voor moet sparen. Maar goed, ja, nu merk je 3 jaar later, ja, is er weer een nieuwe OLED en weer een nieuwe. En die kan je dan niet zo makkelijk kopen. En heb je zoiets van, ja, nou ja, het doet voor de rest ook weinig. Dus, dan, dus ja. waar ik... Wat ik ook wat prijs voor mij zou kunnen doen, is dat ik zou kunnen zeggen van, nou ja, oké, ik ga nog een dag minder werken, hè, voor de baas, om het zomaar te zeggen. En ik ga nog een extra podcast maken. Of ik ga me meer op YouTube-video's richten. Of ik kan een avondje livestreamen. Of whatever, weet je. Dus dat je echt kan doen wat je leuk vindt. En ja. De fixatie op geld en Lambo's en dat soort dingen, het doet zo weinig als je de rest van je leven niet op orde hebt, zeg maar. Precies. Dus dat is een beetje hoe ik er nu in sta. En Bitcoin voor jou, is dat dan een hak zetten tegen het huidige systeem? Of zie je het meer als middel met een hele grote potentie, waardoor jij strakjes kan doen wat je wil en waar je zin in hebt? Nou, ik geloof niet zo heel erg in een hak zetten in het systeem, want ik ben zelf... Ik ben het systeem. Je zit midden in het systeem. Bijvoorbeeld Didi Taihutu, die we laatste gast hadden, die doet gewoon een dikke vinger en die zegt, Amahoula, ik ga volledig op Bitcoin. Ja, dat is zo. En Didi is een topgozer wat dat betreft. En ik heb heel veel respect voor de keuze die hij gemaakt heeft. Maar ik zie ook Didi nog samenwerkingen met bedrijven en dingen doen. Weet je. Het is moeilijk om er helemaal onderuit te duiken. Dus mijn punt is een beetje, ik ben hier opgegroeid. Ik ben hier 30 jaar, woon ik hier. En je bent gewoon onderdeel daarvan. En het systeem is niet per se slecht. Het begint wel behoorlijk te kraken. En er zijn heel veel dingen die er niet goed in zijn. Dus ook hier weer, ik zie dat vooral als een soort van hedge. Van oké, mocht het fout gaan, dan heb ik Bitcoin. Ja, en dan weet ik niet of dat goed gaat. Hè. Veel mensen zeggen, oké, als het systeem in elkaar dondert, dan werkt Bitcoin. Ja, dat moeten we dan ook nog maar zien. Volgens Bloomberg werkt het in ieder geval niet. Nou, de oude Bloomberg, de echte Bloomberg, die zegt volgens mij weer juist wel dat het werkt, trouwens. Michael. Ja, de baas. Dus ja, goed, het is voor mij een hedge, omdat Bitcoin bepaalde eigenschappen heeft die ik gewoon nog steeds niet terugzie in het normale systeem. En of dat uiteindelijk de eigenschappen zijn die ervoor zorgen dat dat het een soort van reserve currency, whatever, wordt, store of value, en digitale goud, whatever. Dat weet ik niet. Maar ik zie wel de balance sheet van de Fed, om een voorbeeld te geven, die zo ongeveer verdubbeld is in de coronacrisis. Ik zie wel noodpakketten van 750 miljard en alsnog een enorme werkloosheid die voorspeld wordt. Ik zie alsnog de grootste recessie die voorspeld wordt. Dus dan heb ik zoiets van, ja, dat... Ik weet ook niet zeker of dat systeem gaat werken, zeg maar. Dus ja, het is voor mij een hedge. En ik vind het gewoon een super interessant experiment. Omdat er zoveel aspecten zijn waar je over kan filosoferen, kan discussiëren, die nog nooit vertoond zijn. Dus dat is het voor mij. En kijk, weet je, ik vind bijvoorbeeld een leuke discussie, weet je, die iedereen zegt wel van het is een hele. Iedereen kan eraan meedoen. En het is een hele eerlijke vorm van wealth distribution, zoals het dan genoemd wordt. Vind je dat ook echt? Nou, dat is mijn vraag inderdaad. Van, is dat zo? Ja, dat is zeker een goede vraag. Want een ander punt dat ik nog had genoteerd, toen ik begon te associëren over 1%. De feitelijke 1% op dit moment van Bitcoin, dat zijn de whales. En dat zijn mensen die door... Dat is nog wat meer dan 1%, denk ik. Ja, dat, weet je dat, hoeveel dat procent, hangt hoeveel wie procent het is van Bitcoin? Ik heb echt geen idee. Oké. Nou ja, ik ben het met je eens. Dus je hebt al whales die gewoon extreem veel Bitcoin hebben. Ja, door toeval. Ze waren net toevallig op ook soms natuurlijk inzicht, maar ze waren net toevallig op het juiste moment op de juiste plek. Ja, het argument is dan vaak dat had jij kunnen zijn, Herbert. Ja. Wat waar is op zich. Maar de gemiddelde persoon in Afrika had daar niet kunnen zijn, want had geen internet. Nee. En noem het maar op, om een voorbeeld te geven. Daarnaast, je ziet natuurlijk dat veel, dat de 1% op dit moment, dat zijn ook vaak families of die rijkdom zit al jaren, tientallen jaren, misschien honderden jaren in zo'n familie. Nou, honderden gaat wat ver, maar dat gaat wel generaties terug, zeg maar. En dus maar de vraag van, als we over Bitcoin over 30 jaar.
Dan zit die bitcoin waarschijnlijk nog steeds bij die mensen. Voor een deel in elk geval wel. Ja. Precies, en dan zijn de mensen die dan jong zijn, 18 zijn... en zoiets hebben van waar kan ik in investeren... die hebben nooit de kans gehad om bij de inceptie van bitcoin te zijn. Dus elk tijdperk heeft natuurlijk zijn eigen kansen. Dat is zeker waar. Dat is zeker. Was er nog een discussie daarover? Het zal alweer op Twitter zijn geweest. Het ging over bitcoin als speculatieobject. Iemand zei tegen mij, ja, bitcoin is toch alleen maar speculatie. En toen heb ik teruggeschreven, aandelen Apple of Microsoft in de jaren 70 of 80. Was dat dan speculatie of was het gewoon inzicht van de mensen die dat op dat moment kochten? Mm-hmm. Het is voor een deel, zeg ik, want je moet er maar net zijn op dat moment, maar voor een deel is het ook gewoon inzicht. Ja, en eigen verdiensten, dat je ervoor kiest. Ja, het is altijd speculatie. Aandelen Apple koop je niet voor zeggenschap in het bedrijf. Althans, de gemiddelde investeerder niet. Nee. Dan koop je dat om meer geld te verdienen of een rendement te halen. Mm-hmm. En dat is bij Bitcoin denk ik ook zo. Nou kan jij dat hele verhaal wat ik net vertelde... Dat kan ook een reden zijn om te investeren in Bitcoin. Maar ik denk als mensen weten dat het gaat falen... Dan investeer je er niet in, nee, toch? Dus dat, nee. Maar Madelon, heb jij cijfers over wat is eigenlijk de definitie van een whale in de eerste plaats? En of hoeveel procent van de bitcoinbezitters heeft hoeveel procent van het bitcoinvermogen? Zijn er eigenlijk leuke cijfers over bekend? Dat laatste heb ik niet kunnen vinden, maar ik kwam wel terecht op een artikel van Lekker Cryptisch. Kijk. En hier staat dat er 1900 whales zijn. En onder whales wordt verstaan dat dit personen of entiteiten zijn met meer dan 1000 bitcoin. Okay. Dus alleen vanaf 1000. Dus dat gaat dan over dat die 1900 whales in totaal in ieder geval minstens 2 miljoen bitcoin bezitten, maar misschien wel weer, want het kan ook zijn dat ze 10.000 of zo. Dus als je in 2011 10.000 euro in bitcoin had gestoken, dan ben je nu een whale. Ja, ja, precies. Dat is eigenlijk waar het op neerkomt. Maar naar verwachting zullen er ontzettend veel whales zijn. Net als hoe het geld hier verdeeld is bij ons. Maar dat is dan, met zo'n bedrag heb je eigenlijk de macht om in de markt iets te doen. Als je dat loslaat op een of andere exchange, dan gebeuren er dingen. Ja, maar ik denk ook dat het te maken heeft met de hoeveelheid geld die dat vertegenwoordigt natuurlijk. Ja, de een kleine minderheid zal een grote hoeveelheid bitcoin op dit moment. Ja, dan kom je in de buurt van de 10 miljoen. Ja. Ja. Ja, dat is fors. Leuke bedragen. Oké. Eens even kijken. Weet jij trouwens, als we dan over nog 1% hebben, misschien de laatste quizvraag. Weet je wanneer er nog maar 1% te minen is? Dus wanneer er 99% van de bitcoins gemined is? Dat heb ik nooit uitgerekend. Dat valt natuurlijk heel makkelijk uit te rekenen, want het is gewoon een exponentieel proces. Ja. Heb jij dat paraat? Nou, niet precies. Dat zit namelijk tussen de reward era's 6 en 7. Dus dat zal ergens rond 2030 zijn. Oh, dat is al heel snel. Ja. Dan zitten we dus op 99% van alle bitcoins. Ja. Zijn in omloop. Ja. Even aannemen. Of is gemined. Gemined is gemined. Wat een hele hoop daarvan is niet in omloop, is namelijk zoek geraakt. Mensen zijn de keys kwijt. Ja. Of overleden zonder ze dat duidelijk na te laten aan hun nabestaanden of wat dan ook. Ja, dat komt er nog eens bij, inderdaad. Maar ze zijn wel ooit gemined. Dus, ja. 2030. Rond 2030, over 10 jaartjes zijn we zover. Leuk. We gaan het binnenkort een keer hebben over Modern Monetary Theory. Ja, dat klopt. En dat bommetje wou ik vast eventjes loslaten. Is moet je niet bij mij zijn. Moet je niet bij jou zijn. Nee. Oké, okay, nou dan doe ik dat gewoon even als aankondiging. Daar moet ik me even meer op inlezen. Het is een moderne theorie die vooral wordt aangehangen door de liberal Amerikaanse politieke richting. En er zijn dus economieprofessoren bij, maar ook bijvoorbeeld congresleden. Ja, ja. En die gaan ervan uit dat een overheid eigenlijk onbeperkt de gelegenheid heeft om geld bij te drukken, ongestraft. Vooropgesteld dat ze ervoor zorgen dat ook met dat geld producten gekocht kunnen worden. Want pas als dat niet meer kan, ga je de prijzen opdrijven en dus inflatie veroorzaken. Zolang je zorgt dat er wat te kopen valt, is er geen gevaar van hyperinflatie. En het interessante daarvan vind ik in elk geval, ik ging er tot nu toe altijd vanuit, als je maar raak drukt,
dan krijg je altijd hyperinflatie. Dus begrijp ik al 12 jaar niet waarom er geen hyperinflatie komt. En voor mij is die modern monetary theory wel een beetje een verklaring voor waarom dat niet gebeurt. Heeft ook deels te maken met de omloopsnelheid van het geld. Ja. Dat neemt af. Zou en ook kunnen. Mensen sparen steeds meer. En het geld komt pas wanneer het geld in de economie komt, ga je die hyperinflatie zien. En we zien nu de inflatie al toenemen op bepaalde vlakken. Dat is wel heel erg interessant. De prijzen in de supermarkt die stegen afgelopen maand. Als we bijvoorbeeld vlees pakken, 9% ten opzichte van diezelfde maand een jaar geleden. Wow, leuk. En dat is echt fors. Dus en de maand daarvoor stegen de prijzen ook al. Dus je ziet het op sommige vlakken, terwijl op andere vlakken, bijvoorbeeld tweedehands automarkt, dat stort helemaal ineen. Dus ik denk dat we dat voor moeten gaan leggen aan een econoom. En toevallig is eerstehands automarkt ook, hoor. Eerste überhaupt auto's. Nieuwe auto's ook. Omdat niemand ze koopt, gaan de prijzen omlaag. Op zich, kijk, wat je het ding is dat er natuurlijk wel geld bijgedrukt wordt, om het zo maar even populair te noemen. Maar daar worden dan, obligaties of schuldpapier of aandelen van. Dat wordt niet direct aan de mensen gegeven. Dat zag je eigenlijk pas voor het eerst in Amerika laatst en in Hongkong daarvoor. In de coronacrisis, dat er echt het helikoptergeld was. Hè, dus dat je die stimulus check hebt. Ja, en dan ga je echt geld bijdrukken en geven aan de mensen. En ik heb het idee dat heel veel van die niet alles van wat erbij gekomen is uiteindelijk bij de mensen terecht is gekomen. En dat het toch vooral is blijven hangen in een paar lagen daarboven bij bedrijven en banken en noem het maar op. En door het veel gezegd, komt het überhaupt, als er schuldpapier wordt opgekocht, komt het toch überhaupt niet bij de burgers terecht? Die zou dan zeggen dat een staat minder hoeft te bezuinigen en dergelijke. Dus dan kunnen de belastingen wat omlaag, maar dat is eigenlijk niet gebeurd. Hier in Nederland heeft Rutte gekozen voor een ander beleid dan bijvoorbeeld in Italië. Maar dat is dus denk ik een beetje het punt. Het idee is dat het uiteindelijk doorstroomt de reële economie in. Of via whatever voor maatregelen. Ja. Maar juist als dat gebeurt, zeg jij, dan wordt het risico op hyperinflatie reëel. Ja, dat kan. Ik weet het niet. Maar die situatie, dat scenario hebben we in ieder geval niet gezien, zeg maar. Dus een beetje, dat was. Jij vroeg je af net hardop van. Er wordt al 12 jaar zoveel, of er wordt al 12 jaar zoveel bijgedrukt van waarom zien we die inflatie dan niet? Ja, dat zou ook een verklaring kunnen zijn, omdat het niet in de echte economie terecht is gekomen. Ja. Maar in ieder geval vind ik het interessant. Het interessante vind ik dat juist in de Bitcoin-wereld wordt heel makkelijk gezegd: printer goes brrr. Ja. Dus die hyperinflatie komt. En die modern monetary theory is aan de ene kant net zo uitdagend voor de traditionele economen als Bitcoin. Mm-hmm. Maar het spreekt elkaar wel tegen. Heel erg tegen. Dat is heel grappig. Ja. Dus we moeten het daar binnenkort in de podcast over hebben. Ja, ik vind het. Wat ik het lastig aan. Kijk, zeg maar. Ik hoor economen vaak praten over economie alsof het een soort van natuurkunde is. Met natuurwetten. Ja. En denk van kijk, met zwaartekracht, om een voorbeeld te geven. Kijk, als ik van een dak afspring, dan kan ik gewoon exact uitrekenen wanneer ik de grond raak. Mm-hmm. En dat er dan ook een grote kans is dat ik het niet overleef. Hè, hoe hoger het gebouw is. En er wordt met dezelfde stelligheid vaak over economie gepraat. Terwijl ik wel denk van het is een systeem wat we zelf bedacht hebben. Elk stukje van het. Als morgen door het coronavirus de mensheid eraan is de economie ook verdwenen daarmee. Het is niks. Het bestaat alleen. Het is een experiment. En dat is wat de president van de Nederlandse Bank, Klaas Knot, ook zegt. We doen dit maar totdat we iets beters hebben. Ja, precies. We verzinnen het zelf. Ja. Dus ik heb wel zoiets van, als er iets gebeurt waardoor de hele wereld aan flarden gaat, dan verzinnen we toch weer iets waardoor dat niet gebeurt. Dat. Mm-hmm. En dat is veel te simplistisch waarschijnlijk. Maar we gaan toch niet met z'n allen soort van terug naar de middeleeuwen. Omdat we met z'n allen te veel schulden hebben opgebouwd. Dan krijg je toch iets dat op een gegeven moment nullen worden weggestreept. Of andere. Waarom zou je de hele samenleving die we hebben opgebouwd kapot laten gaan door die economie? Dus ja, en. Nou ja, daar spelen grotere machten natuurlijk. Die komen daarbij kijken. De macht van Amerika, een stukje politiek zit daarin. De vermogenden hangen daarmee samen. Bedrijven, dat is veel groter dan de burgers, zeg maar, de onderlaag van de samenleving. Nee, dat geloof ik ook wel. Ik denk ook wel dat er burgers. Kijk, in de economie of in de crisis van 2008 zijn de burgers ook natuurlijk helemaal kapot gegaan aan die crisis. Ik zeg niet dat er op individueel niveau geen mensen heel erg veel last van zo'n crisis kunnen hebben. Ja. Ik zie gewoon niet in waarvoor zo'n systeem
zou klappen als we zelf de regels kunnen maken. Zeg maar, als ik zelf de natuurkundige regels zou kunnen maken, dan zou ik die ook aanpassen als ik net van een gebouw ben gevallen. Ja, maar dat is wel. Je moet het een beetje voor je zien alsof je een natuurkundeproef hebt op de middelbare school. En je moet een toren bouwen. En die toren die maak je van rietjes aan elkaar. Ja. En dat doe je met kauwgom ertussen. En op een gegeven moment vangt die toren zoveel wind. Hoe hoger je hem bouwt, hoe instabieler die wordt. En je kan dan wel stokjes aan de onderkant erbij proberen te putsen. Maar die fundamenten van dat bouwwerk, die staan gewoon niet goed. En dan kun je van alles proberen. Maar op de een of andere manier gaat dat fout. Linksom of rechtsom. En, En dat is precies wat ik me afvraag. Omdat je met zo'n toren heb je gewoon met natuurwetten te maken die je had kunnen berekenen. Waar je kan een toren bouwen die dat wel, die wel blijft staan. Tuurlijk. En bij de economie, ja, we hebben dat nu gebouwd. Maar er is geen zwaartekracht, er is geen wind, er is niks. Dus het werkt niet. Maar jij stelt het voor, Bart, alsof we met z'n allen de koppen bij elkaar steken en dan keuzes gaan maken voor dat systeem die het beste zijn voor ons allemaal. Maar zo werkt het natuurlijk niet. En niet voor ons allemaal. Zoals het nu in elkaar zit, zijn er mensen die hebben meer macht dan anderen. Ja. Door de wetten die. Voor een deel zijn het natuurlijk wel degelijk natuurwetten. Die wet voor vraag en aanbod, ik noem maar wat. En er zijn mensen die hebben macht en die sturen de zaken in de richting die voor hun het beste is. En dat is soms niet de richting die het beste is voor ons allemaal samen. Maar dat trek ik ook niet in. Dat ben ik met je eens. Ja, maar je ziet dat Amerika daaraan kapot gaat, bijvoorbeeld. Ja, maar de Amerikaan, maar niet de 1% in Amerika. Nee, precies. Dus, dat is het dus. En waarom zou die 1% zo'n systeem laten klappen? Dat is mijn fundamentele vraag. Weet je, dus dan op een gegeven moment, als je ziet van dit werkt niet meer, als we nu niks doen met z'n allen, als we nu geen schulden gaan wegstrepen of weer een andere vreemde interventie doen met een hele dure naam, dan stopt het. Waarvoor zou je dat dan? Dan moet je hun gepercipieerde eigen belang moet ze in die richting duwen. En doen ze dat niet. Je ziet het toch, weet je, precies waarom. Dat zou gewoon een uitleg kunnen zijn, precies op de vraag die jij stelt. Waarvoor gaat dit al 12 jaar zo door? Waarvoor zijn we niet geklapt? En je hoort telkens van, dit kan niet zo doorgaan. En dan heb je mensen, je kan niet de money printer aanzetten. En je kan dit niet opkomen. En je kan geen helikoptergeld geven. En we doen het gewoon. En het blijft gaan. Dus het kan niet zeggen op basis van een soort van stelselmatigheid of een wetmatigheid die er zou moeten zijn. Ja, blijkbaar is die er dan toch niet zo erg. Jij zei dat ik met het onderwerp bij jou aan het verkeerde adres was, maar dat valt wel mee. Ja, dit is meer mijn eigen money theory. Dus er zal van alles aan. Er zal van alles aan schorten, hoor. BMMT. Dus het zal echt. Maar dat is het gevoel wat ik heb. Als je een systeem zelf ontwikkelt waar geen natuurwetten zijn, dan kan je zelf de regels maken. Dat is eigenlijk mijn punt zeker. Samengevat. Ja. Ik wil jullie nog even een tip, of de luisteraars nog even een tip meegeven. Er staat een ontzettend toffe docu. Ja, tof. Het is een leuke docu op YouTube. Als je YouTube Bitcoin Documentary intypt. En hij is nu 5 dagen staat hij live en is al 130.000 keer bekeken. Gaat over de oorsprong van geld. En Andreas Antonopoulos komt erin voor. Over Bitcoin. Het gaat heel ver terug in de tijd. Dus dat is een dikke aanrader. Laten we die in de show notes zetten. Ja. Dat gaan we doen. Oké, dan wou ik daarmee afsluiten. Dankjewel, Bart Mol van Satoshi Radio. Thanks. Ja, probeer die podcast ook eens een keertje. Volgende week hebben we Thomas Bollen. Klopt dat? Ja, dat klopt. Want we gaan het Follow the Money. Klopt, we gaan het hebben over de crisis, over geld, over Europa, over het opkoopbeleid van de Europese Centrale Bank. En natuurlijk ook voor een deel over een Bitcoin. Hoe dat zich ontwikkelt de komende periode. En dat belooft een mooie uitzending te worden, aflevering te worden. Prachtig. Ja. Nou ja, dan kun je ons nog delen op Twitter. @CryptoCastNL zijn wij. Dat zijn we ook op YouTube, CryptoCastNL. Daar kun je like, comment en subscribe allemaal doen. Op iTunes kun je reviews achterlaten. Allemaal tot meerdere eer en glorie van de CryptoCast. Voor deze week hartelijk bedankt allemaal voor het luisteren en voor het kijken. En tot volgende week. Dag. Dag allemaal.